Twee mensen zijn vermoord. Wat zegt u? Twee mensen zijn vermoord. Vijftien jaar lang al waanbeelden, denk ik, wat je hebt, hè? 15 jaar lang speelt hij al op. 15 jaar lang zit hij op je rug. Goedenavond en welkom bij deze Hart van Nederland special. Over het baanbrekende en grensverleggende rechercheonderzoek naar de zeer gewelddadige moord op Mary Run en Henk Oppentij. Twee Amsterdammers die elkaar in de herfst van hun leven ontmoeten en rustig leefden aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord. Totdat ze op maandag 24 november 1997 dood in hun woning worden gevonden. En pas na 15 jaar wordt deze moord opgelost. Vanavond doen de hoofdrolspelers van politie en justitie voor één keer hun verhaal. Een verhaal dat vanmiddag nog onderwerp was van een kort geding bij de Amsterdamse rechtbank. Een verhaal dat u volgens de advocaten van de twee veroordeelden niet mocht zien. Maar waarvan de rechter vindt dat u het mag zien. En waarvan wij vinden dat u het moet zien. Vanaf de vondst van de lichamen tot en met de verhoren van de veroordeelden. Met de politie? Ja, goedenavond. Ik spreek met Noorderbreed. Wij zijn buren van de familie Oppentij. En vanaf een aantal dagen mis ik mijn buren al. Ik kom net bij de brievenbus en ik kijk net in de brievenbus van hun, want die stond open. En daar zat post van afgelopen woensdag nog in. Nou heb ik mijn buren daarnaast waar zit. Die zijn net binnen geweest en die hebben de sleutel gehad. Die twee mensen zijn vermoord. Wat zegt u? Twee mensen zijn vermoord. Welk percel is dat? Dat is Noorderbreedte 141. 141. En dan ligt van alles over de grond, messen en keldoors. Nee, dat is helemaal open. Och, nou, we komen kijken bij u. Ja hoor, meneer. Ja hoor. Het was 's avonds en we kregen dan de melding dat er twee stoffelijke overschotten waren gevonden in de woning. Nou, we waren met z'n drieën nog in dienst. We hebben de auto gepakt, onze spullen ingeladen en we zijn er naartoe gegaan. En het gaat ook om deze woning. Want deze deur stond ook inderdaad open, er stonden ook collega's zeg maar, bij de deur om te bewaken. En als je dat halletje binnenkomt, heb je gelijk links ervan de entree naar de woonkamer. En daar lagen dan gelijk al de twee slachtoffers. Zo, dit was behoorlijk heftig, moet ik zeggen. Dit was wel vrij uitzonderlijk qua geweld. Maar daarentegen heb je ook geleerd om je te focussen op de sporen. Bloedsporen, vechtsporen, zijn er dingen verplaatst? Wat zijn de handelingen geweest in die plaats ligt? En wat er opviel was dat er dus geen sporen waren van braak aan de deur. Op de Dat meen ik op een kastje in de hal. Dat was een handtas en daar waren spullen uit. En deels op de grond en deels op het kastje zelf. Dat is wat eigenlijk het eerste wat opviel. Het bejaardenstel blijkt met grof geweld te zijn afgeslacht. Als je begint bij Henk, dan had Henk vooral steekverwondingen in zijn borst. 30 stuks in totaal. Echt, ja, zeg maar, zijn hele bovenlichaam was doorboord, van voor naar achteren zelfs. Daarnaast was bij Henk zijn neus gebroken en hij had ook allerlei bloeduitstortingen in zijn gezicht. En uiteindelijk ook zijn keel was nog eens doorgesneden. Maar bij Mary was ook de keel volledig doorgesneden. Maar wat bij Mary weer meer opviel, die had verwondingen aan haar schedel, waarbij echt de schedel doorboord is. En Mary had ook weer steekverwondingen in haar gelaat. Inmiddels is het onderzoek Noorderbreedte in volle gang. Tot vandaag aan toe, november 2014, zijn de gevonden sporen van destijds bewaard gebleven. Ze liggen opgeslagen bij het forensisch laboratorium in Amsterdam. Nou, wat je hier voor me ziet liggen, zijn de messen die destijds op de plaats delict zijn aangetroffen. Die werden gevonden op de eettafel in de woonkamer. En die lagen bijna op een rijtje naast elkaar. Die zaten onder het bloed en overduidelijk gebruikt bij het misdrijf. Als je dan kijkt, dan zie je hier zelf nog resten van het bloed zitten. Nou, wat je hier ziet is het overhemd van het mannelijke slachtoffer. Dat is al die jaren goed bewaard gebleven.
Je ziet dat het zelfs nu nog stijf staat van het bloed. Ik zie hier allemaal steekverwondingen. Hieronder. Hij had in totaal 30 verwondingen aan de voorkant. Het feit dat ze zo afgeslacht zijn, dat, ja, dat komt wel binnen. Ja. Nou, je gaat associaties leggen met mensen die je zelf kent van die leeftijd. Dat kan bij de een je ouders zijn, de ander ooms, tantes, opa's, oma's. Je gaat het persoonlijker maken. Deze hamer lag ook op de eettafel bij de messen. En voor ons is ook bekend, hè, dat het vrouwelijke slachtoffer een aantal hamerslagen op haar hoofd heeft gekregen met deze hamer. Wat de rechercheurs verder opvalt is dat de ogen van Miri zijn bedekt met een theedoek. Ze ligt tussen de keukendeur en de eettafel. Haar lichaam, met daarop een stuk snoer, is versleept. Henk ligt in de woonkamer, half op zijn buik gedraaid, onder hem een rubber handschoen. Verder is te zien dat het snoer van de intercom kapot is. Er is nog meer. In de keuken wordt een afdruk van een schoen gevonden. We hebben toen het hele zeil hebben uitgesneden van de keukenvloer. Dat hebben we buiten neergelegd en daar hebben we de behandeling gedaan. Dat schoenspoor was eigenlijk heel direct al een daderspoor. Dus daar hebben we heel veel energie in gestoken. Via het NFI zijn we bij een database terechtgekomen in Zwitserland. En via die database in Zwitserland zijn we uitgekomen op het merk Caterpillar. Volgens mij waren iets van 200 stuks waren aan Nederland geleverd. En toen bleek dus dat er in de omgeving van Amsterdam waren 20 paar, van die 200 waren er 20 paar verkocht. Nou, dat leverde uiteindelijk zeg maar een x-aantal schoenen op. Die kwamen dan weer bij ons. Wij moesten dan kijken of daar mogelijk bloed op zat en of dat paste in het profiel wat wij hier hebben aangetroffen. Helaas, dat heeft niks opgeleverd. Het onderzoek gaat door. Het levert dikke dossiers op, kasten vol. Een van de gevonden sporen springt eruit. Een stuk huishoudfolie op de grond dat een vreemd teken vormt. Het lag half over de Meri's gezicht heen. En het lag in een bepaalde vorm. Je zou daar het, zeg maar, het omega-teken in kunnen zien. Ze hebben er lang over gedacht van ja, betekent dat iets? Hè? Heeft dat een rituele betekenis? Waarom ligt het er überhaupt? Ze hebben in 1997 de hele keukenrolhouder gewoon meegenomen en onderzocht op dactyloscopische sporen. Die werden helaas niet aangetroffen. En zoals je ziet, we hebben hem nog steeds. Wat betekent het teken? Wie heeft het op het bejaardenstel gemunt? Het team staat voor een moeilijke puzzel. Een gedragswetenschapper maakt een analyse over een mogelijke drijfveer van de dader of daders. Wat wel zo was, was dat in zijn stuk heel erg naar voren kwam dat het waarschijnlijk uit een soort persoonlijk motief zou moeten zijn gebeurd. Dus wraak of woede of kwaadheid op de slachtoffers. In eerste instantie denk je, nou, dat moet een gek zijn geweest. Je kan ook denken, het is iemand die om wat voor reden dan ook buiten zin is geraakt. Echt heel boos, heel kwaad, heel geëmotioneerd. Kan het familie zijn, kan het een bekende zijn van die twee slachtoffers. En je gaat wel daar in die richting zoeken. Nou, dat hebben we toen ook gedaan. Wie zijn Henk Oppentij en Miri Run? Hebben ze vijanden? Het vier zoons toen de tijd. Op een gegeven moment is Miri, die is gescheiden van haar man. En die is toen op zichzelf alleen gaan wonen. En dat was dan op de Noorderbreedte. En zo werden ze buren van elkaar. En nou ja, wat wij gehoord hebben is dat er uiteindelijk een vriendschap en een liefdesrelatie tussen hun ontstond. En dat ze, ja, min of meer als man en vrouw in de woning van Henk bij elkaar woonden. Er zijn in 1997 zelfs trouwplannen. En dat zorgt bij de politie voor verdenking richting de familie van Miri. Want zij had wat geld. Zij heeft samen met haar ex-man een winkel gehad. En hadden ook het bezit van wat panden in Amsterdam. Dus je kan wel zeggen dat er bij Miri wel wat geld zat, ja. Om een aantal redenen vond men toen dat de familie zich bijzonder gedroeg. En dat kan je, de een noemt het verdachte, de ander noemt het vreemd. Het is in 1997 en de jaren daarna zijn die nabestaanden van de kant van Miri echt als onderzoekssubjecten ook in onderzoek geweest. En als verdachte zelfs aangemerkt. Uiteindelijk blijkt de verdenking niet te kloppen.
De politie weet slechts enkele puzzelstukjes te leggen. Ondanks alle inspanningen levert het rechercheonderzoek Noorderbreedte niets op. Case closed. Dus je bent eigenlijk wel 1 of 2 jaar continu bezig met die zaak, totdat echt, dat je zegt van hij gaat nu de plank op. In de jaren die volgen druppelt er af en toe een tip binnen, die uiteindelijk niets oplevert. Maar de zaak blijft malen in de hoofden van de rechercheurs. Dan komt in 2008 het Review and Cold Case Team in actie. Eigenlijk alle collega's die iets betekend hebben in het dossier, die gaan we benaderen en dan gaan wij hun administratie, hun aantekeningen, hun processen, verbaal gaan wij bij elkaar halen. En dan gaan we met dat oude dossier van al die aantekeningen gaan we weer een nieuw dossier maken, waardoor op basis van wij gaan recenseren. En dat gaan we door elkaar husselen om daar weer een echt leesbaar, knap, modern dossier van te maken. Het Cold Case Team ontdekt door nieuwe technieken een ander DNA-spoor op het overhemd van Henk Oppenthey. Eindelijk een paar bloeddruppels aangetroffen die dusdanig afwijkend waren. Dat we zeiden van ja, dit is een kans. Dit is een beetje tegen het beeld in wat we normaal zouden zien. Een nieuw stukje van de puzzel. Een mogelijk daderspoor. Ja, dat geeft geweldig gevoel als politie, als rechercheur, als mens. Dat je zegt van nou, nu hebben we een kans. Nu zouden we een doorbraak kunnen krijgen. En van wie is nou die druppel, de DNA, waarmee we achter de echte dader aan kunnen. Met een compleet nieuw team starten justitie en politie een nieuw onderzoek op. Cleobis. Alles krijg je te zien. Je krijgt sectiefoto's, PD-foto's. Ja, daar moest je doorheen. Dat was aanschouwen. Als je naar huis gaat, denk je eraan. En met name de eerste weken, de eerste maanden, als je het dossier aan het doorlezen bent. Dat was de motivatie om op te lossen, ook voor de nabestaanden. Die al zo lang in onwetendheid waren. En zo hoopte dat deze zaak opgelost zou worden, was dat absoluut de motivatie om deze zaak aan te pakken. Twee officieren van justitie hebben vanaf eind 2008 de leiding. Ook zij beginnen met het zich inlezen in het dossier. Het is echt met voorsprong de meest gruwelijke zaak die ik in ieder geval gehad heb. Op het moment dat je dat dossier openslaat, zie je eigenlijk meteen wat er gebeurd is. Ja, dat is gruwelijk. Dat pak je meteen enorm en je hebt meteen het idee, dit moeten we oplossen. Ja, het was een confrontatie. Maar je kijkt er ook zakelijk naar en je gaat ook vooral kijken van wat zitten er voor losse eindjes in een dossier. En hoe kunnen we deze zaak gaan oplossen? Je wordt er heel erg gemotiveerd van. Het team wil met een frisse blik starten. Niet met de familie van Miri als verdachte. Ja, dat heeft vooral bij beide families, iedereen die was wild gespannen van jeetje, zouden we dan al die jaren dat toch nog oplossen? Ja, en dan ga je eigenlijk wel met de twee officieren en politieteam om de tafel. Waar begin je? Wat ga je doen? Het team gaat aan de slag met het nieuwe DNA-spoor. Dat is de voorzijde en als we dan kijken naar de achterkant. Dat is het deel waar natuurlijk uiteindelijk het onderzoek weer opnieuw opgestart is. En hier zien we deze plek en deze plek zijn uiteindelijk de plaatsen waar het om ging. En deze en die bleken uiteindelijk te horen bij de onbekende man die we zochten. De bloeddruppel blijkt een daderspoor te zijn. Alle bestaande dossiers worden uitgeplozen. Alle getuigen van destijds opnieuw bezocht. En een goed voorbeeld is een van de buurmannen. Die is in 1997 gehoord en die had eigenlijk toen gezegd van ja, ik heb niks gezien en niks gehoord. En ik weet ook van niks. Dus dat was een getuige waar je niet veel mee kon. En die heeft later, toen wij hem met het nieuwe onderzoek opnieuw hoorden, heeft hij toch iets verteld over dat hij negroïde mensen op de trap had gezien. En dat heel opvallend was. Nou, misschien heeft hij toch een van onze daders gezien. Dus dat was een mooie aanwijzing. Dus vandaar dat we toch eigenlijk het gehele buurtonderzoek in allerlei getuigen verhoren hebben we weer opnieuw gedaan. Ook rechercheur Frans van Leeuwen mag als voormalig betrokkenen in de zaak weer meespeuren. Voor hem heel belangrijk. Het zijn twee oude mensen die... Dat beeld blijft je bij. Ik heb zat dode mensen gezien, maar die blijft bij. Het moet opgelost worden. Het team zoekt antwoorden op wat ze noemen open eindjes in de zaak. Zoals het tijdstip van overlijden. Ze gaan, onder meer op basis van een opengeslagen krant op de tafel, uit van 19 november 1997.
qua dag waren we daar redelijk vlot uit. En voor de rest kon je echt zien dat op de plaats dat ligt, dat die mensen met hun ochtendritueel bezig waren geweest. Het bed was nog niet opgemaakt. Terwijl alle getuigen die haar gekend hebben, hebben gezegd van ja, Mary was iemand die dat echt maximaal binnen een uur na het opstaan zou ze het bed opmaken. De koffiekopjes stonden nog op het aanrecht klaar met de suiker en melk er al in. De koffie was al aangezet om door te lopen. De gordijnen waren al open en het scheerapparaat van Henk lag nog op het keukentafeltje, alsof hij zich net geschoren had. Dus dat waren allemaal wel aanwijzingen om ervan uit te gaan dat het op die woensdagmorgen ergens in de vroege ochtend gebeurd moest zijn. En ook blijkt het mysterie van het Omega-teken helemaal niet mysterieus. We hebben zelf op een gegeven moment zo'n rol van dat spul gekocht en een stuk afgehaald en is gekeken van als je dat neergooit, wat gebeurt er dan? En het viel bijna in exact dezelfde vorm op de grond. En toen hebben we gezegd, ja, daar kunnen we van alles van verzinnen, maar misschien is dit het gewoon. Uiteindelijk komen er meerdere verdachten in beeld. Onder meer een man die naar Chili is geëmigreerd. Op een gegeven moment meldde zijn ex-vriendin zich bij ons en die vertelde dat, dat zij dus in die tijd, zo rond 97, november 97, dat zij toen een bebloed shirt had gevonden van hem. En er waren nog wat andere dingen die zij verklaarde. Waardoor wij in ieder geval zeiden van ja, die jongen die gaan we als verdachte aanmerken. Daar had ik een goed gevoel over. Er zaten allerlei aanwijzingen dat je dacht, nou, dat zou hem best eens kunnen zijn. Justitie wil het DNA van de Nederlandse man. De koffers van Justin staan al klaar. Maar het overleg met de Chileense autoriteiten verloopt moeizaam. En dan blijkt de Nederlander tot woede van justitie opeens te zijn opgepakt. We hadden nadrukkelijk gevraagd om niet deze verdachte aan te houden. Nou ja, uiteindelijk worden we dan verrast. Ik weet het nog goed, 5 december, voorpagina van de krant. We hebben hem. En uiteindelijk komt het DNA. Het blijkt niet te kloppen. Of niet overeen te komen met het daderspoor wat we hadden. Ja, en dan moet je proberen iemand zo snel mogelijk ook weer naar buiten te krijgen daar. Nou ja, dat lukt dan, maar uiteindelijk heeft hij ruim 2 maanden daar vastgezeten. Alle sporen lijken dood te lopen. Justitie en politie besluiten tot een grootschalig DNA-onderzoek als laatste strohalm. Om zoiets te kunnen doen moet je zeg maar uitgerechercheerd zijn. Je mag geen sporen meer open hebben staan. Geen verdachten meer in je dossier hebben die nog niet vergeleken zijn. Wat staat je dan nog open? Dan is het eigenlijk zagen wij het als een soort laatste redmiddel, dat grootschalig DNA-onderzoek. En we hebben er nu voor gekozen om te kijken naar alle mensen die in het dossier zaten. Want de ervaring leert ook vaak dat die naam al een keer voorbij is gekomen. Zelfs mensen die eventueel in het DNA-onderzoek pasten maar overleden waren, zijn we nog naar familieleden gegaan om van allerlei mensen DNA te krijgen. Ja, dat is niet makkelijk. 150 mensen staan op de lijst. 17 mensen weigeren hun DNA af te staan. Daarop besluiten de 2 officieren persoonlijk bij hen langs te gaan. We wilden graag een idee krijgen van wie zijn die weigeraars, waarom weigeren ze. Ook omdat we eigenlijk het idee hadden dat het zo zou kunnen zijn dat dit om geestelijk gestoorde dader of daders ging. Gelet op het letsel, gelet op wat er allemaal gebeurd was. En degene die geweigerd hadden, er zat ook een heel aantal van in die categorie waarvan we dachten, nou, het zou kunnen. Met de politie in hun kielzog gaan ze iedere dag een aantal adressen af. De politie gaat niet mee naar binnen bij de weigeraars. Ja, in een aantal gevallen was het zeker spannend. Ja, afgesproken met de politie, laat de deur op een kier. Druk hem niet dicht, maar laat hem op een kier, zodat we binnen kunnen komen als er iets is. Ja, portofoon in mijn hand, voor het geval er iets was. Ja, in 2 gevallen ging die deur wel heel hard dicht. En in 1 geval ging hij ook helemaal op slot. En dan zit je daar toch minder prettig als de gordijnen dicht zijn. Doe niet de doorsnee burger. Ja, als ze ons hadden aangevallen, ja, dat was vervelend geweest. We zijn wel bij vreemde mensen binnen geweest, dat klopt. Er was een meneer en die had alle fietsen binnen geparkeerd. Die was daar ook een fiets aan het repareren en die was eigenlijk net te gek. Maar we zijn ook bij mensen geweest en dat was in de omgeving van de PD. Daar heb ik toch wel bedenkingen gehad van waarom heeft deze man geweigerd. Hij begon te zweten en ik dacht echt van wat een rare reactie. En we hebben allemaal geprobeerd om hem over de streep te halen, maar hij deed het niet. Hij deed het niet. En dat geldt voor de meeste weigeraars. Slechts 1 werkt uiteindelijk toch mee. En zo wordt steeds duidelijker dat het grootschalige DNA-onderzoek niets oplevert. Er is geen match. En weer gaat de zaak op de plank. Case closed.
Alleen we hadden voor onszelf wel gezegd van oké, als het dan dit niks is, dat we de zaak dusdanig klaar wilden maken, dat als er in de toekomst iets zou komen, dat die in één keer weer opgepakt kon worden en dan moest het maar zo gaan en dan moest het maar zo zijn. Maar het blijft natuurlijk balen, want je begint aan die zaak omdat je hem op wil lossen. Je wil aan die nabestaanden kunnen vertellen van we hebben de daders te pakken. En nu moesten we met een ander bericht naar ze toe. Dat was een moeilijk gesprek. Ik kan me nog heel erg goed herinneren. Ik had hoofdpijn daarna. Want je moet toch familieleden uitleggen dat de ultieme poging om deze zaak op te lossen weer niet is gelukt. Het voelt echt als een diepe teleurstelling. Ja. En dan. Het is najaar 2011 en het dossier is nog maar net opgeborgen. Komt Peter R. de Vries na een speciale uitzending met een gerichte tip voor het onderzoeksteam. Deze mensen zijn echt op een gruwelijke wijze, beestachtige wijze, afgeslacht, vermoord. En waarschijnlijk om helemaal niks, want ik denk dat het om een soort uit de hand gelopen inbraak of roof gaat. Deze mensen zijn gewoon vermoord om niks. De onbekende tipgever noemt namen. De moorden zijn gepleegd door Melvin R. met zijn neef Miguel K. Een van de daders woonde destijds bij de slachtoffers in de straat. Melvin en Miguel liepen door de straat en vonden de sleutel van de woning. Ze besluiten om later in te gaan breken. Het was voor het eerst dat iemand is echt benoemde wat er daar nou mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. En wij hebben gewoon gezocht in het oude dossier, wat is er bekend over die sleutelbos? We zagen wel van Henk dat er sleutels waren. Alleen van Mary, dat stond er niet duidelijk in. En ja, toen vielen wel de puzzelstukjes op zijn plaats natuurlijk. Ook is inmiddels uit steeds verbeterende DNA-technieken gebleken dat het daderspoor afkomstig moet zijn van een negroïde man. We gingen die zaak oplossen. Linksom of rechtsom, alles uit de kast om deze zaak op te lossen. De volgende stap is om de anonieme tipgever die naar Peter is gestapt aan te merken als anonieme bedreigde getuige. De getuige gaf aan, ik wil niet openbaar, ik wil echt anoniem blijven. Dan hebben we de CIA-officier die dat hier intern oppakt. Die treedt dan in contact met die getuige, die gaat het gesprek aan, die neemt de verklaring op. Vervolgens ga je dan met die verklaring naar de rechtercommissaris. En de rechtercommissaris kan die status verlenen. Wat dan inhoudt dat niemand ook te weten komt wie die getuige is, behalve die rechtercommissaris en die CIA-officier. En daarmee telt de verklaring van de getuige mee als wettelijk bewijsmiddel. Dat is een geweldig bericht. En wil je eigenlijk zo snel mogelijk wil je weer beginnen. De officiële getuigenis belandt bij de Amsterdamse rechercheurs. Het is maart 2012 als de zaak opnieuw wordt heropend. Nu onder de naam Viper. En een van de eerste dingen die we natuurlijk hebben gekeken, zitten deze twee figuren in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Want als dat zo is, dan kunnen we ermee stoppen, want dan hadden we die match al gehad. Dan begint het in kaart brengen van ja, wie zijn dat nou eigenlijk? Wat voor een soort personen zijn het? Hoe oud waren ze destijds? En gaan ze nog met elkaar om? Wat voor werk hebben ze? Familieleden, eventueel vrienden? Mensen vertellen heel veel op de sociale media. En dat is fijn, want dan krijg je een kijkje in hun leven. Ja, zo goed als jij en ik Facebook hebben, hebben die mensen dat ook. Melvin R., op dat moment 34 jaar, in Paramaribo geboren. Een bekende in het kickboxwereldje, die verder een gewoon leven leidt. Een hele normale huisje, boompje, beestje man eigenlijk, die een studie volgde. Die een redelijk goede baan had bij een verzekeringsmaatschappij. Die getrouwd was, twee kindertjes en een huisje in Amsterdam. En eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Geen politiezaken meer, geen antecedenten. En Miguel K., ook in 1978 in Paramaribo geboren. Systeembeheerder zonder vaste relatie. Wat wij kregen was het beeld van, in Miguel's geval dan, het beeld van een kluizenaar. En dan wordt het politiewerk omgedraaid. Hoe deze twee te linken aan alle sporen? Je zult als politie iets moeten ondernemen om in de hoop dat die verdachten daar over gaan communiceren. Dat doen ze niet zomaar uit zichzelf. Wat doet het team om ze uit de tent te lokken en te arresteren? 15 jaar lang al waanbeelden, denk ik, wat je hebt. 15 jaar lang speelt hij al op. 15 jaar lang zit hij op je rug. Zo, na de reclame.
heb gewoon onschuldige mensen heb ik het leven afgebroken. Welkom terug bij deze Hart van Nederland special. Het onderzoek naar de dubbele moord op Henk Opentij en Mary Run leidt ruim 13 jaar tot niks. Tot najaar 2011. De lang verwachte gouden tip via Peter R. de Vries leidt tot twee mogelijke verdachten. Melvin R. en Miguel K. Twee allesbehalve standaard criminelen. Zouden de gevonden bloeddruppels op het shirt van Henk de doorslag kunnen geven? En hoe krijgt het team ze na al die jaren tijdens de verhoren alsnog aan het praten? De tijd werkt in het voordeel van het onderzoeksteam. Dankzij nieuwe wetgeving per 1 april 2012 is DNA-verwantschapsonderzoek toegestaan. Het DNA van Melvins halfzus zit in de databank en dat geeft een hit. De officier wordt door het NFI gebeld. Toen dacht ik echt, zouden we het dan echt oplossen? Opnieuw een stukje van de puzzel. Ja, dan kan je eigenlijk wel schreeuwen van blijdschap omdat je weet dat je goed zit. Je gaat het oplossen. Je gaat in ieder geval één man pakken. Ja, de spanning is dan toch al aardig opgelopen in die maanden. Maar als je daar heel lang over doorpraat, is het nog steeds zo. Ja. Ja. Wat volgt is de voorbereiding op een grote afluisteroperatie. Ja, alles uit de kast, hè. We hebben getapt, we hebben geobserveerd, we hebben afgeluisterd. Direct afgeluisterd, microfoons in de woning, in de auto. En dat moet ook in zo'n zaak. Om de verdachte uit de tent te lokken, brengt de politie samen met Peter R. de Vries wat informatie naar buiten. Het DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een persoon van negroïde afkomst. We weten ook dat hij volgens het daderprofiel zo tussen de 18 en de 25 jaar oud geweest moet zijn destijds. En dat hij zeer waarschijnlijk ook uit de buurt komt. Dit is een doorbraak waarvan ik denk dat hij op korte termijn tot de aanhouding van de daders gaat leiden. Wat wij hoopten was dat ze elkaar zouden bellen van potverdorie, de politie is weer bezig met die zaak. Heb je dat gelezen? Hè? Maar dat gebeurde absoluut niet. Ja, wat gaan we dan doen om die reactie wel te krijgen? Wat voor manier kunnen we bedenken om toch wat dingen te triggeren, om wat reuring te veroorzaken? Maar we hebben heel lang met elkaar gewoon, ja, wat wij dan noemen een poot op tafel sessie, gewoon eens bij elkaar zitten en elk gek idee wat maar in je opkomt, gooi dat er maar eens uit. En misschien is het wel iets waar je wat mee kan. Hoe krijg je mensen nog aan het praten na 15 jaar? Dan moet je iets schokkends bedenken. Dan moet je out of the blue moet je ze met iets confronteren. Al broedend op een plan komt Frans met een idee om verdachte Melvin te triggeren. Een briefje met de tekst, kan jij er nog mee leven, Melvin? Geplakt op een krantenartikel over de moord, moet het onderzoek verder helpen. Stuur maar een foto van die oude mensen. Schrijf er een tekst op. En een tekst die hem wakker schudt. En zorg dat hij actie onderneemt, dat hij gaat bellen. En dan zorgen wij wel dat ze het zien en horen. Ja, ik moet zeggen, daar heb ik wel een middagje over nagedacht, hoor. Want je bent toch als officier van justitie, moet je ook magistraat zijn. Dus je moet toch wel volgens de regels het doen. En is dit volgens de regels en kan dit? Het plan kan doorgaan. Er is toestemming. Het was een ontzettend spannend moment van wat gaat daar gebeuren. En daar hebben we allemaal, ik weet wel dat ik had echt een hartslag van 120 op het moment dat poststuk werd bezorgd daar. Het plan is om Melvin het pakketje persoonlijk te overhandigen. Een als postbode verklede agent ziet hem thuiskomen. Maar net op dat moment arriveren ook Melvins vrouw en kinderen. De man kon niet meer terug, die TNT-postman. Dat was de politieman dus, maar die kon niet meer terug. En die moest het pakketje wel overhandigen, waarop de kinderen het inderdaad aanpakten. Want die dachten, hé, dat is een cadeautje. En toen gingen ze met z'n allen naar binnen. En dat hoorden wij. Ja, en dan moet je wel even tot rust maken in de recherchekamer. Want iedereen begint dan te vloeken. En op een gegeven moment zei ik over, jongens, stil. Want we kunnen het niet meer horen. We moeten nu luisteren wat er gebeurt. Ja, dan wordt het echt stil. Dan realiseer je opeens ook weer waar je mee bezig bent. Dan realiseer je dat er een familie kapot gaat. En nou ja, met de verdachte heb ik dan minder medelijden, maar als ik
ja, dat vrouwen en kinderen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk om te horen. Dan volgen spannende uren, dagen voor het team. Ze analyseren alle in de woning afgeluisterde gesprekken tussen Melvin en zijn vrouw. Er ontstaat discussie tussen Melvin en zijn vrouw over dat poststuk. Zijn vrouw was vooral heel erg van ja, wat is dit, weet je wel, Melvin, waarom sturen mensen dit naar ons? Wat weet jij daarvan? De vragen die wij hebben, die worden door haar gesteld. En dat is op zich fijn. Alleen je hebt nou even niet de controle over wat er gaat gebeuren. En zijn vrouw bleef echt aandringen. Ja, dan merk je wel van dit, we zitten goed. Wij wilden het ook op een gegeven moment weggooien, verscheuren. En daar ontstond een behoorlijke ruzie over in het huis van Melvin. Je moet je voorstellen dat echt het hele team, inclusief alle mensen van justitie die erbij betrokken waren, hier aan het bureau waren. En mee hebben kunnen luisteren van wat gebeurt daar. En dat was wel heel spannend. Ja, absoluut. Wat je dan doet, dat heeft een enorme invloed op dat gezin. Die kinderen zullen papa een tijd kwijt zijn. De relatie met de vrouw zal ook niet meer zo zijn zoals hij was. Alles verandert. Alles verandert. Door wat hij heeft gedaan, natuurlijk. Maar ook door wat wij op dat moment doen. En dat is ontzettend indrukwekkend. Eigenlijk leek het wel of die vrouw het meteen geloofde. Wat heel vervelend was is dat ze zich samen, ze hebben de kinderen naar bed gebracht. Dat hoorden wij ook allemaal mee. En toen wilden ze gaan praten, maar toen trokken ze zich terug in hun eigen slaapkamer. En helaas hadden we daar geen microfoon in. Want daar moet je speciaal toestemming voor hebben. Ja, ik was des duivels, denk ik. Ik nam mezelf kwalijk meteen dat we geen microfoon in de slaapkamer hadden. Maar dat was iets wat we echt niet hadden kunnen voorzien. Wat doe je? Stampvoeten? Ik dacht, verdorie, hij gaat nu alles bekennen en ik hoor het niet. Gelukkig hadden we het voordeel dat de vrouw via sms haar moeder op de hoogte hield van wat er gezegd werd in de slaapkamer. En die sms'jes worden uitgelezen via de politiecomputer. Dat is ook een van de dingen die we zo besproken hebben. Van ja, wat gaat hij doen als hij merkt dat het schip gaat zinken? Wat ga je dan doen? We hadden net een paar familiedrama's in Nederland gehad. Nee, je wil niet verantwoordelijk zijn voor nog zo'n drama. Melvin en de tweede verdachte Miguel worden 24 uur per dag geobserveerd. In de straat zijn teams paraat die ieder moment kunnen ingrijpen. Het tappen gaat door. We zaten natuurlijk met het bewijs. Hè? Kijk, alleen een DNA-druppel, daar ga je het niet op redden. En zeker niet voor dit soort misdrijven. Dus we moesten er meer bij hebben. De spanning in de woning neemt toe. Zo blijkt uit een sms van Melvins vrouw aan haar moeder. Het idee dat je 10 jaar lang met een moordenaar om bent gegaan en in bed hebt gelegen, dat lijkt me vreselijk voor een vrouw. Melvin wordt ook afgeluisterd in zijn auto. Zijn vrouw blijft hem confronteren. Er zaten collega's hier met kinderen van die leeftijd die echt tranen over de wangen liepen. En zo vol zaten met emoties dat je, dat raakt je gewoon. Daar zijn het ook maar gewoon mensen. Het team hoopt dat Melvin met zijn compaan Miguel belt of op een andere manier over de zaak praat. Maar dat gebeurt niet. Het is Melvins vrouw die de politie onbewust helpt. Op
22 oktober 2012 wordt verdachte nummer 1, Melvin R., opgepakt op weg naar zijn werk. Hij gaat direct het verhoor in. Hij reageerde echt hakken in het zand. Heel, heel stug, heel afwijzend. Op elk woordje doorhamerde. Zo het initiatief nemen. En niet het initiatief aan ons laten, maar proberen het over te nemen. Er wordt DNA afgenomen, maar de uitslag is niet direct binnen. Melvin blijft zwijgen. Hij wilde niet eens toegeven dat hij Melvin heette, bij wijze van spreken. Snap je hoe weerstand die bood? De roep uit de groep was van we moeten er andere mensen op zetten. Niet omdat hun het niet goed zouden doen, maar om te kijken van met een ander koppel komt die klik er dan wel, krijg je dan wel het contact. Ook qua persoonlijkheid heb je mensen nodig die, nou, die eventjes knallen. Het team wordt gewisseld. Mike neemt het verhoor samen met de teamleider over. Het is over en uit met het kutspelletje wat je speelt. 2 dagen lang zitten mieren neuken op puntjes en kommaatjes. Daar moet je mee ophouden. Gewoon ophouden. Zo gaandeweg kijken wanneer is het moment dat je hem eens moet gaan confronteren met hem en met dingen. En wanneer, ja, wanneer moet je wat harder gaan spelen. Er zijn 2 oude onschuldige mensen als beesten afgeslacht. Daar praten we hier over. En jij hebt een houding alsof het jou niet aangaat. Je zit hier niet voor niets, beste man. Maar Melvin blijft zwijgen. Psycholoog ook van de politie keek mee om ons tips te geven van hoe moet je dat verhoor inkleden en hoe moet je reageren op wat hij zegt. Melvin heeft natuurlijk gewoon een gezinsleven. Die heeft een vrouw, die is getrouwd, heeft een goede baan, heeft 2 kinderen. Dus dan heb je natuurlijk alles te verliezen. Als we die plaats delict eens even bekijken, en dat hebben wij van boven naar beneden en van links naar rechts, alle detailfoutjes bekijken. Misselijkmakend. Echt misselijkmakend. Op het moment dat jij toegeeft dat je daar betrokken bij bent, dan weet je, ja, dan is eigenlijk alles afgelopen. Dan weet je dat je voor minimaal 10 jaar verdwijn je achter slot en grendel. Dat besef zal hij zonder meer gehad hebben. En dat gevoel gaat niet weg, Melvin. Dat gevoel gaat niet weg. 15 jaar lang al waanbeelden, denk ik, wat je hebt. Hè? 15 jaar lang speelt hij al op. 15 jaar lang zit hij op je rug. Hij heeft ook tijdens zijn verklaring dat een paar keer gezegd. Van je leidt een zo normaal mogelijk leven, maar het zit altijd in je achterhoofd. Dat zwaard min of meer hing altijd boven zijn hoofd. Wat kan je anders bedoelen met klappen tanden? Het team confronteert Melvin met de afgeluisterde gesprekken en taps. Je was niet eens een zwavende kaart, je kon niet eens meer lullen. Je schoonmoeder vraagt in de sms aan je vrouw, wat zegt hij? En dan schrijft zij, het is de letterlijke tekst inclusief de schrijffouten die erin staan, hij lult over bang zijn dat hij ons verliest. Ik krijg niks uit hem los. Hij zoekt het maar uit. En hem daarmee confronterend en het feit dat zijn eigen vrouw twijfelde aan zijn verklaring, of eigenlijk zijn niet-verklaring daarover, dat heeft hem denk ik toch een behoorlijk eind over de brug geholpen. Want dat heeft hij volgens mij ook op een gegeven moment gezegd van, toen jullie daarover begonnen, dat waren de goede opmerkingen. Toen voelde ik, ja, dit hou ik niet langer vol. Intussen wacht het team ook op de uitslag van de DNA-test. Het NFI werkt ervoor over. Dan komt het verlossende telefoontje. Toen zei ik, oké, dus ik kan het even herhalen. We hebben een match. Nou, en toen echt iedereen om me heen die... Nou, dat ging zo, tot yes, oh. Zo'n opluchting en ja, zo van echt fantastisch moment. Nou, weet je, dan, ja, nog. Ja, het is gewoon geweldig. De puzzel is bijna rond. Nu nog de bekentenis. Jij zit aan de verkeerde kant van de tafel. Jij, niet wij. Blijf je volharden in dit verhaal. Ik ben er niet geweest, ik heb het niet gedaan. Je voelt op een gegeven moment aan van hé, hij gaat komen, die verdachte.
hij gaat het nu toch toegeven. Hij heeft, ik geloof wel 30 keer gezegd, ik ben daar niet geweest. En ineens zei hij, ik ben daar geweest. Ik ben daar geweest, ik weet het gewoon niet meer. Je bent daar geweest, zeg je? Ja, ik ben daar geweest. Ik ben daar geweest, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Nou, waar ben je geweest? Daar. Waar is daar? In het huis. In het huis ben jij? Ja. Wanneer ben jij in het huis geweest? Toen het was geweest, maar ik weet niet. Toen wat was geweest? Het geval. Welk geval? De moord. De moord. Jij bent in het huis geweest, zeg je, waar de moord is gepleegd. Ja. Vertel. Ja, dat was wel een moment en ja, dan prikkelt je uit alles, dat, ja, tot in je tenen voel je dat natuurlijk. En als dat eenmaal gezegd is, dan gaat hij het plaatje invullen wat er gebeurd is. In de verhoorstudio proberen de ondervragers het misdrijf te reconstrueren. Wat is er precies in november 1997 gebeurd aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord? Dat gaat met behulp van 3D-computerbeelden van de woning, gemaakt door Hans Pelt. Hij was in november 1997 als een van de eerste op de plaats delict. Ja, ik heb wel geprobeerd, zeg maar, aan de hand van de foto's. Echt wel weer die sfeer en ook die kleuren van de bank en van de tafel en zo. Om dat, zeg maar, na te bootsen. Ja. De verdachtes mag je niet op ideeën brengen. Je moet ze niet, zeg maar, ergens naartoe brengen. Dus ze moeten zelf met het verhaal komen. Om een voorbeeld te geven, een lade die hun, zeg maar, geopend hebben om die messen eruit te halen. Moeten wij natuurlijk in die keuken, moeten we dat natuurlijk dicht doen. Want hun moeten aangeven dat ze daar naartoe zijn gelopen. En dat ze dan ook de lade hebben opengemaakt om die messen eruit te halen. Ik denk dat dat voor hun, ook omdat ze het natuurlijk 15 jaar lang verdrongen hebben, het wel vergemakkelijkt heeft om dingen weer terug te halen. Want dit werd geprojecteerd in de verhoorkamer op de televisie. Dus ze hebben continu met een vinger hebben ze aangewezen van wat de route is geweest en wat ze gedaan hebben in die woning. Melvin vertelt hoe hij tijdens de inbraak wordt overlopen. Henk Oppentij geeft hem een klap. En wat gaf dat voor reactie bij jou? Meteen teruggeslaan. Twee klappen en veel meer. Hij is in gevecht geraakt met het mannelijke slachtoffer. En die heeft hem een klap op zijn neus gegeven. Daaruit is hij gaan bloeden. En daar heeft hij zijn bloed verloren, uiteindelijk op de achterkant van het shirt van het slachtoffer. Dus op een of andere, een beetje bizarre wijze heeft het mannelijke slachtoffer hiermee eigenlijk nog zijn eigen moord en de moord op zijn vriendin opgelost. En dan op een gegeven moment is er bloed en is er kennelijk al gestoken. En dan omschrijft hij de situatie. We hebben het ook echt gevraagd van hoe was de sfeer? Nou, die was hels, zegt hij, hels. De details die ze gaven tijdens het verhoor, die waren zo gruwelijk. Dat ik me echt bijna mijn oren niet kon geloven. Dat je denkt van, kunnen mensen dit doen bij oude mensen? Waarom ga je niet weg? Of geef ze van mij part een klap en uitgeschakeld en weg? Omdat hij heel verwoord was of dood was. Sporen uit te wissen. Is hij dus ook naar de woonkamer gebracht en is hij verwoed of vermoord. Toen Henk eenmaal zwaar gewond of dood was, moest Mary ook dood. En ja, dat vond ik wel heel confronterend om dat te horen. We werken met scenario's. Dit is een scenario, dat noemen wij, zeg maar, het X-scenario of het Marsmannetje-scenario. Dit hadden we gewoon niet kunnen verzinnen. Uiteindelijk noemt Melvin de naam van de mededader. Miguel K. wordt op vrijdag 26 oktober 2012 aangehouden en direct verhoord. Kijk maar aan als je het zegt. Ik heb geen commentaar. Want dit is wel de harde waarheid. Dit zijn de gruwelijke dingen die er gebeurd zijn. Hij zei letterlijk van, ik leef al 15 jaar met dit geheim. En verwacht niet van mij dat ik, omdat ik aangehouden ben, meteen mijn verhaal kan vertellen. Je zag ook dat hij het emotioneel moeilijk mee had. Huilen, ineengekropen. Na zijn voorgeleiding belde zijn advocaat dat hij een verklaring wilde afleggen.
En ja, vanaf het moment dat wij begonnen met het verhoor, is hij gaan beginnen met vertellen. Toen ben ik naar de keuken gerend en heb ik daar een mes uit de laag gepakt. Ik heb gewoon onschuldige mensen heb ik het leven afgepakt. Ook dit verhoor levert antwoorden op. Onder andere waarom de steekwapens zo keurig naast elkaar lagen. Dat die messen zo loodrecht naast elkaar liggen, ja, zo ben ik, want ik ben iemand die heel geordend is. En dat zagen wij ook in zijn woning, dat wij nadat hij aangehouden was een zoeking gedaan hadden. Dat zijn bestek, wat afgewassen was, ook inderdaad kaasrecht naast elkaar lag, een soort dwangneurose. Dus op die manier viel alles wel, de puzzelstukjes wel op zijn plek. Aan het eind van zo'n verhoor heb je ook even behoefte om even wat stoom af te blazen. En geen huilenbalk, dat hakt er toch wel even in. Mijn ouders zijn van hun leeftijd en dan zie je bij wijze van spreken een film voor je. En dat je denkt, ja, waarom in godsnaam? Ik heb hem van een trotse, wat arrogante man zien veranderen in een zielig hoopje mens. Hij heeft gehuild, het is natuurlijk ook niet niks. Wat ik vooral vond, hij is geen slecht mens. Hij heeft alleen op zijn 18e iets slechts gedaan. En daar zit een heel verschil in. Ik denk dat hij er voor het eerst van zijn leven na die gebeurtenis echt over gepraat heeft met iemand. En om dan rechtstreeks te zeggen wat je gedaan hebt. Dat je iemands keel hebt doorgesneden. Als je dat voor het eerst met iemand deelt. Ja, dat is natuurlijk heftig. Ik was kapot aan het eind van dat verhoor. Het onderzoek zit erop. Nu wacht nog de gang naar de rechter en het informeren van de nabestaanden. Ja, daar doe je het allemaal voor. Je weet dat je die mensen goed nieuws gaat brengen. Dat nou eindelijk na zoveel jaar dat je kunt zeggen van wij denken dat we nu echt de juiste mannen te pakken hebben. Begin 2013 start het proces tegen Melvin en Miguel bij de Amsterdamse rechtbank. Het is natuurlijk iets waar je de hele tijd van het onderzoek aan denkt. Zou ik ooit nog eens met toga aan mogen doen? En naar binnen gaan in de rechtszaal en een verdachte, of twee verdachten, aan de rechtbank laten zien. Nu is die dag dus gekomen. Nu is de dag dat ik mijn togen aan mag doen en dat er gerechtigheid zal geschieden. Ze herinnert zich hoe de nabestaanden de verdachte voor het eerst zien in de rechtszaal. Je hoort in de zittingszaal echt de sleutel omdraaien van dat de verdachte wordt binnengeleid. Zag ik de nabestaanden verstarren en ja, verstijven van toch ook wel van spanning. Dat was een kippenvel moment. Het blijft zo dat je ouders op gruwelijke wijze zijn vermoord. En wat doet hier dan recht aan? Is dat levenslang? Is dat 20 jaar? 15 jaar? Nou ja, daar hebben we lang over gediscussieerd. Uiteindelijk zijn we op een eis van 20 jaar uitgekomen in eerste aanleg. En is er 15 jaar opgelegd. Afgelopen vrijdag veroordeelt het Amsterdamse gerechtshof Miguel K. en Melvin R. in hoger beroep tot 17 jaar cel voor het medeplegen van gekwalificeerde doodslag en een poging tot diefstal. De advocaten van de verdachte overwegen in cassatie te gaan. Het team is blij dat de zaak is geëindigd. Het doorzettingsvermogen dat wij als team getoond hebben. Ja, heel veel emoties gedeeld hebben. Dat we het samen tot een goed einde gebracht hebben. Ja, dat is absoluut iets om trots op te zijn. De slachtoffers maakten hem bijzonder. Het verhaal van de nabestaanden die jarenlang in de verdachte hoek hebben gezeten maakte hem bijzonder. Nu zijn ze eindelijk van dat stigma af. Want je bent er pas van af als de echte dader wordt aangehouden. Maar wat blijft malen is de zinloosheid van het misdrijf. Er waren zoveel wegloopmomenten voor ze geweest. En dan was het bij een poging inbraak gebleven. En dan had je een girootje gehad van justitie en dat was klaar. En dat heeft mij wel het meeste, dat ik denk, ja, dat is het dus. Zo simpel is het dus geweest. Het is vreselijk uit de hand gelopen. Ja, dat is het antwoord. En daar moet je het dan uiteindelijk mee doen. En vond ik wel moeilijk, vind ik nog steeds moeilijk. Er zijn alleen maar verliezers in dit verhaal. Dat vind ik zo triest eigenlijk. Je lost het op, maar uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers.